leven, mijn naam is Lars en vandaag zijn we weer aangekomen bij één van mijn ontzettend domme ideeën. Ik noem mezelf de professioneel bedenker van domme ideeën en vandaag heb ik iets bedacht wat professioneel is en hartstikke dom. Ik ben, zoals jullie misschien wel hebben gezien, heel veel te vinden hier bij Sam City. Ik vind het BMX helemaal te gek. En ik dacht, zou het niet vet zijn om met een BMX over mijn auto te springen? Nou heb ik vandaag niet alleen een BMX gefixt, maar ook iemand die fucking goed kan steppen. En gaan wij met een BMX en een step over een auto springen. Natuurlijk pakken we niet deze auto, maar pakken we mijn eigen auto. Maar we moeten een klein beetje voorbereiden. We hebben twee guys die fucking goed zijn. We hebben een ramp. We hebben mijn Sunny Seductmobiel. Oh, ik hoop zo dat mijn auto heel blijft. Dit is de ramp waar we overheen gaan springen. Ik was eerst zo van, ik spring het ook wel. Nu zie ik die ramp. Die is net zo groot als mijn been. Ik weet niet of ik dit ga doen. Maar we hebben gelukkig twee professionals uitgenodigd die het wel kunnen. Jongens, kunnen jullie even één keer over de ramp heen? Ik ben niks meer op dit moment. We zijn vandaag met Ryan en Kelvin. Jullie zijn mijn slachtoffers. Hebben jullie er vertrouwen in? Sowieso. Ja toch? Ik stel dit idee voor en iedereen die zeg maar niet hun waren, zei de fase, weet ik niet. En ik zei tegen hun, ja, zullen we het gewoon doen? Schijt toch? Kijk je nou en denk je van, Lars, wat een leuk idee, ik wil hier meer van zien. Laat me even hele domme ideeën in de comments van deze video weten. Want er zijn nog meer domme ideeën en ik kan ze wel bedenken. Maar als jullie ze voorstellen, zijn ze nog veel leuker. Geef deze video even een like. Voor Ryan en Kelvin. Volg hen ook even op Instagram. En Instagram zal een link staan hieronder. Daar zou je hun heel erg mee helpen. En mij ook. Laten we gewoon even lekker gaan warm fietsen. Als je hier overheen springt, dan sterf je gewoon. Ik durf dit niet hoor. Op zich, als je gewoon hard fietst, wat gaat er fout? Als ik hier hard overheen fiets, ga ik dan dood? Ja. Dat is best wel hoog. Hoe gaan we dit halen over mijn auto? Hebben jullie dat zojuist meegemaakt? Ryan, de step guy, gaat nu fucking hoog. Let op. Gast, ik zweer het, dit is echt lijp gewoon. Moet kunnen. Dit moet kunnen, ja. Het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Ja, jongens, ik ga het zelf niet doen. Nee, je kan me nu pussy noemen in de comment, dat mag. Ik zie dit en het is gewoon niet chill. Is het hier niet mee mogelijk? We hebben de landing erbij gepakt. Als je hier op je step landt, is het gewoon echt gewoon... Goed, het is dan wel een heel dom idee. Het is misschien iets wat misschien fout gaat, maar we doen wel echt ultieme voorbereiding. Oh, dat is echt hard. Dat is kut, hè? Maar hier past ook geen auto tussen. Hier pas ik net tussen. Ik ben best wel breed geworden namelijk. Ja. Sowieso shout-out naar de boys. Ik doe het niet. Maar heb je er nog wel vertrouwen in, Kelvin? Want ik, met deze ram zie ik het een beetje wegzakken bij jullie. Ja, maar ik denk dat we het gewoon moeten doen. We moeten kijken hoe het... Laten we de auto er even naast zetten. En dan gewoon even checken hoe erg jullie het halen. We moeten niet te veel risico nemen, maar wel een beetje. Oké, de auto staat. We hebben de ramp ernaast gezet. Dit doen we om even te checken of het mogelijk is. Want ik hecht wel een beetje waar aan de Sunny Seductmobiel. Ik bedoel, dit kan niet beschadigd worden. Gaan we dit halen? Jij zou denk ik wel zelfs over de hele auto kunnen springen. Maar jij haalt sowieso de motorkap easy. Hey, even jouw mening nu. Want jij bent wel een leuk fotograafje aan het spelen. Maar wat denk jij? Kelvin, als je gewoon even meer even die leg day even laat zien van hem. Kijk, dit zijn nog een beetje stokjes. Daarmee is zo'n wijde broek aan. We gaan nog even één keer testen of het kan. We gaan het nog één keer testen. Ja, nu ga je echt hoog houden. Waar wil jij overheen springen houden? Over een vrachtauto of zo? Jezus. We gaan de auto voorzetten. Ik had dit zo graag zelf willen doen, maar ik ga het risico niet nemen. Ik ben wel bang dat dit fout gaat. Go. Oh, die jongens moeten niet zo half me hier zo kik vooruit eraf. Als er nu iets gebeurt waardoor ik niet meer kan rijden, kom ik niet meer thuis. Zet hem op, hè? Thanks, ga het gewoon doen. Dit is nu eigenlijk alleen nog maar de motorkap. Dus ja.
Dit moet niet het moeilijkste zijn. Ja, nee, ik bedoel, ik heb jullie net zien springen, hè. Volle respect gewoon, maar dit is wel van alles wat we misschien willen gaan doen het minst sketchy. Alles is op mij, dus als het fout gaat of je breekt wat of zo, ik zorg dat het gefixt wordt. Ik ga je niet opereren, maar als je nu mijn alternatief is helpt, ja, dan mijn schuld. Het ding is dat je op je BMX echt op je achterband moet landen, anders gaat het niet goed. En Kelvin landde volledig op zijn voorband. Was het eng of viel het mee? Ja man, dat is wel... Je ging ook een beetje naar voren, hè? Maar die ramp, op het moment dat je erop komt, krijg je in één keer een soort van... Dip. Ja, en dat moet je weer recht trekken, zeg maar. Je kan niet chill springen, daardoor ging ik helemaal... Ja. Oh! Hey, nice ouwe. Hey Ryan, je zei net wat. Je hebt al over mijn auto gesprongen, jullie allebei. Dus de video is gelukt. Jullie hebben het gedaan, sowieso. Alleen ja, we willen natuurlijk nu proberen om het iets op te bouwen. Dat het uiteindelijk echt over de auto is. Alleen we gaan even checken hoe ver we komen. Ik wil jullie ook niet ongemakkelijk in een positie duwen waar je het eigenlijk niet wil. Nu heb ik de auto een half meter naar voren gezet. En we gaan proberen zeg maar over dit gedeelte heen te springen. Want dan is het iets hoger. Ik heb er de volste vertrouwen in, jongens. Oh! Ik weet niet of jullie het zagen, maar hij deed een barspin. Dus zijn stuur draaide een heel rondje en toen landde die weer. Oh, ja, nice ouwe. Hey, die ging wel soepel. Die ging goed. Die ging heel goed. Maar over het dak nog. Nee, over het dak gaat hij niet halen. Woehoe! Deed je nou dubbelbar? Ja, nee, dubbelbar, hè. Zo. Ja, waar ik dus net trots op was dat die één rondje damages duurde, deed hij er gewoon twee. Jij hebt schijt, hè? Ja. En dan ook nog eens gewoon over het dak, want dat haalde je easy gewoon. En jullie gaan het niet geloven, maar precies op het moment dat Ryan over mijn auto wil springen, stopt de microfoon ermee. Geen geluid, maar gelukkig hebben we de beelden nog wel. En dat is natuurlijk ook hetgeen waarvoor jullie kwamen. De beelden van hoe Ryan over mijn auto heen sprong. Ja, over het hele dak, hè. Dus hij sprong gewoon... Je gaat het zien, let op. Kelvin springt hem niet, want hij was toch niet helemaal zeker over de zaak. En dan heb ik liever dat je het niet doet. Want als je dan het opvocht en met deze hoogte en snelheid valt op je gezicht, breek je alles. Ik denk dat de video geslaagd is. We hebben over de auto gesprongen. Ryan heeft een barspin gedaan. Iets wat ik al niet had verwacht. Dus ik heb genoten. Ik hoop jullie ook. Vond je deze video leuk? Geef even een like. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei! Ik ken het paas. Ik zag je aankomen. Oh ja, hij kan mij zien. Hij ziet niks, maar er vliegt hier een drone. Hey.